Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere City TV. De ploeg van hoofdtrainer Ole Tobiasen maakt zich op voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Een week na de pijnlijke 7-2 nederlaag op bezoek bij SC Cambuur. De koppen moeten weer omhoog, de borst vooruit en de goede lijn van de eerste periode moet worden doorgetrokken. We spreken erover met doelman Michael Wout, die dit seizoen al 6 maal de nul hield. Michael Wout, it's a few days after the Cambuur game, the first big lose of the season. How did the team deal with that this week? Yeah, it was not a good day for us. We had to have a hard look at ourselves in the mirror, and we analyzed the game the last few days, and we learned a lot, and hopefully now we can make sure it never happens again. And it's a good chance this weekend to bounce back and show how we were playing before that game. What was the lesson you learned from last Sunday? Yeah, we just didn't play well from the start of the game to the end of the game. We made mistakes that we would normally never make. Set pieces, we give away 3. Before that game, we gave away none the whole season. But we can also see it a little bit as a positive. It's a good chance to keep our feet on the ground. It's a reality check. And we still stand in a good position on the table, so now we just have to keep pushing and make sure that this weekend we win. Yeah. It's your first season here at Almere City. How do you like it so far? Yeah, it's been really good for me personally. Games have been going well. It's good for me to play every week. It's the first time in my career I played every week, and I think I'm doing well, and I just want to keep doing well and help the team get promoted in the day. And but I'm really enjoying it. The coaches give me a lot of support, and the club is perfect for me at the moment. Till now you had 6 clean sheets. Are you satisfied with that? Yeah, it's okay. I'd like more. I think there's opportunities for more. Young Ajax away, Den Bosch. We could have kept clean sheets, but 6 is okay for now, but we have to keep it going. And I know that when we keep a clean sheet, then we always win the game, because we have enough attacking power in that, so I just want to keep it going. You are a player of Willem II and you are here on loan. What are your main goals for this season? Yeah, to play every game, to play well, to help the club get promoted at the end of the day, and to just get better every game and try help the club to make the next step and go to the Eredivisie. And what are the differences between Willem II and Almere? Are there big differences, or can you compare it with each other? No, I don't think there's that many big differences. I think that both clubs have strengths and weaknesses, but Almere is a very professional setup, and I think has the best facilities in the league. The difference is not so much. I think Almere also have a lot of ambition, and that's something that's really attractive as a football player. And at the time now, Almere is the best club for me to be at, and I'm happy to be here. You are also already an international of New Zealand. Yeah. Do you still have the contact with the national coach? Yeah, I speak to him. He watches the games and that, so I speak to him after the games. And he's happy with how I'm doing. And it's good, because also the Olympic Games is in the summer, and there's some exciting stuff coming up, with the World Cup and that. So I speak to him regularly. Yeah. Saturday, the game against Go Ahead awaits. What kind of match do you expect here in the Anmar Stadium? Yeah, it's going to be a difficult game. They've had some good results lately, but I think if we do our job and we play the way we can, we'll be okay. But it's not going to be an easy game. No game is easy in this league. It's a good chance for us to bounce back, and I think that everybody's ready to show what we can really play like. Good luck. Thanks. Thank you. Thanks. Ja, en van Michael Wout gaan we door met het nieuwsblok. Damon Mirani kan nog dit seizoen de speler worden met de meeste wedstrijden in het shirt van Almere City FC achter zijn naam. De Monnikendammer kwam in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax op 30 oktober voor de 150ste keer uit in onze hoofdmacht. Hij wordt hiervoor voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in het zonnetje gezet. Clubrecordhouder is vooralsnog Ricardo Kip, die gedurende zijn loopbaan 170 wedstrijden voor de Almeerders speelde. Mirani is niet de enige speler die onlangs een jubileum heeft gevierd. Zaterdag staat de co-captain dan ook in de spotlight samen met Anwar Bensaboe, Del Vecchio Blacksen en Bram van Vlerken. De 3 metgezellen van Mirani speelden onlangs allemaal hun 50ste duel voor City. Joe Margarita is terug van een 7-daagse trainingskamp met de nationale ploeg van Curaçao.
Tezamen met onder 21 speler Megan Valport werd hij door bondscoach Guus Hiddink opgeroepen voor het trainingskamp in het Caribisch gebied. In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles stond de buitenspeler gewoon weer op het veld in Almere. Ook Sian Emmers is daar weer te bewonderen. De 21-jarige middenvelder raakte in de thuiswedstrijd tegen Topos geblesseerd en moest noodgedwongen de nodige duels missen. Maar inmiddels traint hij weer volop mee met de groep. Emmers hoopt spoedig weer minuten te kunnen maken in wedstrijdverband. Ook dit jaar brengt Sinterklaas in weer en wind een bezoek aan het Janmarstadion om de schoentjes van onze eigen wijsjes rijkelijk te vullen. Na succesvolle acties in 2018 en 2019 hebben we Sinterklaas ook in 2020 bereid gevonden om ons mooie stadion op de route te zetten. Ken jij dus kinderen die blij worden van mooie Almere City cadeautjes? Lever dan hun schoentje in bij de Sinterklaaskist in de lobby van het Janmarstadion. Het stadion is hier voor elke werkdag van 12 tot 5 open. De schoentjes dienen voorzien te zijn van een naamsticker met daarop de naam van het kind en de contactgegevens van een ouder. Houd bij het inleveren de coronamaatregelen in acht. Er zijn niet meer dan 3 mensen tegelijkertijd toegestaan in de lobby. Aanstaande zaterdag om 4:30 dus die wedstrijd tussen Almere City en Go Ahead Eagles. Maar hoe ziet de geschiedenis tussen beide ploegen er eigenlijk uit? Dat zie je nu in de head-to-head. Almere City FC maakt zich op voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Een duel dat 12 keer eerder werd gespeeld. Van die 12 ontmoetingen won Almere City FC er 2. 2 maal werd het gelijk en 8 maal stapten de gasten uit Deventer met de volle buit van het veld. Een pittige opgave dus tegen de club die momenteel met 19 punten op de 7e plek staat in de keukenkampioendivisie. Dat zijn 8 punten minder dan Almere City FC. De laatste thuiszege op Go Ahead Eagles werd bewerkstelligd op 16 februari 2018. Het werd destijds 2-0 en beide treffers werden gemaakt door Gaston Salasiwa. Voor Thomas Verheid is het duel extra speciaal. Hij speelde in het seizoen 2018-2019 30 wedstrijden voor de club uit Deventer, waarin hij 13 maal trefzeker was. Dit seizoen is Verheid met 6 goals achter zijn naam ook clubtopscorer van Almere City FC. De laatste ontmoeting tussen beide clubs in het Janmarstadion dateert van 13 oktober 2019. Het werd toen 1-1 en de Flevolandse treffer kwam op naam van Shane Harrison. Na de ruime nederlaag op bezoek bij Cambuur hoopt de ploeg van hoofdtrainer Ole Tobias de zaterdagavond 3 punten bij te mogen schrijven, om zo de druk op de concurrenten weer op te voeren. Vorige week zag je een nieuw item in Almere City TV in de vorm van de Redbox, met Radinho Balker en Tim Reserveur als eerste gasten. Ook deze week schoven er weer 2 spelers aan, Esra Hogeboom en Kenneth Anicora. Dit is de Redbox. Nou Ken, daar gaan we jongen. Bijnaam, wat is Kenneth zijn bijnaam? Kenga. Kenga? Ja. Lekker man. Hey. Ja, toch? Ja man. Oké, ja, mijn is gewoon S. Ja, gewoon Ezra. Ja, niet ja. Zo heel moeilijk. Kenga, ja, Kenga. Weet je van waar dat komt? Kenga. Ik heb geen idee man. Nee? Nee, ik heb geen idee. Pokémon gekeken? Pokémon? Ja? Ja, daar heb ik al gekeken. Daar kan je Kenga's kan. Wat is dat? Hele dikke. Lekker man! Is dat een lekkere bijnaam? Dikke Pokémon. Die stof, hè? Ja, tuurlijk. Een diepte interview met Freesia of Helene van Fox Sports? Oeh, jeetje zeg. Toch wel mooie meiden. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Toch wel mooie meiden. Ja, ik val meer op blond. Dus dat doen we Helene maar, hè. Oké. Okay. Ja, jij? Ik zal van Freesia gaan. Ja, ja, is toch prima. Ja, ja, lekker man. Ja, joh. Playboy. Wie is de grootste player van de selectie? Ik ga voor Ahanag, Ennis. Ennis? Ja, ja. En waarom? Ja. Ja, ja. Ja, ja, die is wel het actiefst van ons allemaal, denk ik. Oké. Ja. Ja, wie denk jij? Ja, we hebben er ontzettend veel natuurlijk. Ontzettend veel players. En trouwens, jij bent er ook één van. Ken, zo, Ken, ja. Zo, S. Hey, ja, dat valt allemaal wel mee. Heb je een leuk verhaaltje misschien? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar de volgende. Geslacht. Als je één dag het andere geslacht zou zijn, wat zou je die dag doen? Ja. Ja, hé. Hey, wat zou jij die dag doen? Wat zou ik doen? Ik ben vrij benieuwd. Wat zou jij doen? Ik wil jouw antwoord hebben. Ja, ga maar lekker op mij afschrijven. Nou ja, ik zal
Dat je mijn spelen denkt, hè? Dat is toch lekker, man? Hey. Nee, ja, nee, ik zal ik zal een beetje... ja, ik weet het niet, het is lastig, man. Ja, man. Het lijkt me wel een keer, zeg maar, mooi om gewoon te voelen dat je gewoon heel anders bent. Klopt. Lijkt me echt prachtig, maar ja, wat ik zal doen, weet ik echt niet, man. Ik weet het ook echt niet, man. Je ideale scoringstune. Scoringstune? Ja. Dus ja, gewoon mijn lievelingsliedje. Ja. Poeh. Dat is een lastige. Klopt. Ik luister wel heel veel muziek, zoals je weet. Ja. Maar ik luister wel de laatste tijd vaak naar Justin Bieber, man. Gewoon lekker rustig. Ja, is toch lekker, man. Hey. Ja, ik zeg toch niet. Ja, ik zie je kijken. Ja. Nee, Justin Bieber, dat is waar prima. Waar luister jij naar? Vertel. Ik luister van alles, man. Ja, tuurlijk. Van Nederlands muziek, Amerikaans, Engels, ja, alles. Ben niet zo moeilijk. Ja, die horen we vaak in de gym. Ja, ja, ja. Toch? Ja, vind je het wat? Ik vind het lekker. Ja, dat is mooi. Toch? Ja. Lekker, toch? Borstenman of een billenman? Ik ben wel een billenman. Ja. Ja, dat moet ik wel toegeven. Zeker, zeker. Ja, ik ook. Dat ja, dat zie ik, hè? Ja. Nee, maar dat mag duidelijk zijn, toch? Ik denk dat de meeste wel billenmannen zijn, toch? Ja, lijkt me wel, ja. Binnenkomen. Wat is de beste openingszin die je kent of ooit gebruikt hebt? Ja. Ja, streetwise natuurlijk. Fakka. Fakka, ja. Ja, tuurlijk. Lekker, man. Oh mijn god! Dus als ik het goed begrijp, hè? Jij ziet een hele mooie meid op Instagram. En je slijt in de weer met vakken. Nee. Dat vind ik wel heel goed, hoor. Nee. Oh. Dan heb je binnen. Ik dacht jongens onder elkaar gaan. Oh nee, openingszin. Gewoon. Oh nee, ja. Nee, ik heb het. Nee, dan begin ik heel anders. Dan begin ik heel anders. Nee, vraag ik... Ja, dat hoop ik wel voor ja, je, ja, zeker weten. Anders kooi je ze nee, niet, hoor. Nee, hoor. Die rennen weg. Ja. Natuurlijk. Nee, hoe gaat het met je? Ja. Gewoon, ja, gewoon ja, normaal. Natuurlijk, een beetje basic. Tegelijk of? Nee. Klap jij maar. Ja. Ik heb gewoon één keer. Geef een nieuw applaus. Lekker, man. Hey. Tot zover deze aflevering van Almere City TV. Ik wens je veel plezier bij het volgen van Almere City Go Ahead Eagles. En volgende week dan zijn wij er natuurlijk gewoon weer. Hoi!